De 62e halfjaarlijkse bijeenkomst van het CARICOM-comité van presidenten van de centrale banken vond op 30 en 31 mei plaats, met als gastheer de Centrale Bank van Barbados. Governors bespraken economische, financiële en betalingsmarktkwesties, bevestigden hun toewijding aan monetair beleid en financiële stabiliteit en benadrukten samenwerking bij het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen, inclusief klimaatrisico's. De bijeenkomst omvatte 10 Caribische centrale banken met een voornemen om in november weer bijeen te komen. De Amerikaanse ambassade neemt deel aan de Suriname Energy Oil and Gas Summit, CEOGS, die vandaag begint. De deelname bestaat uit haar eerste volledige handelsmissie en een keynote speech door Kimberly Harrington over duurzame energie. De missie omvat bedrijven als Holland & Knight en Virginian 32 die samenwerking met Surinaamse partners zoeken. De ambassade co-host een stand met Amtchan Suriname om informatie te verstrekken over zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Chargé d'affaires Priyadarshi Darshani benadrukt de inzet van de VS voor duurzame energieontwikkeling in Suriname. AWJ-minister Stephen McAndrew heeft op 31 mei het bestuur van de Greenheart Group werknemersorganisatie onder leiding van Robbie Berenstein ontvangen. De vakbond bracht verschillende zorgen naar voren, waaronder de sluiting van de zagerij in Apura en de slechte arbeidsomstandigheden bij Greenheart NV. Minister McAndrew benadrukte het belang van goede arbeidsomstandigheden. Hij adviseert de vakbond om de dialoog met het bedrijf voort te zetten en wijst op het belang van naleving van arbeidswetgeving. De arbeidsinspectie zal de aangekaarte kwesties onderzoeken.